It's all I wanna do. Chesson, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesson. En vandaag gaan wij een keer glitchen in Black Ops 3. En dan denk je wel, glitchen? What the fuck? Maar als je kijkt naar mijn specialist poppetje linksbovenin, zie je natuurlijk dat ik glitch specialist aan heb staan. En vandaar dat we natuurlijk lekker gaan glitchen. Wat glitch specialist inhoudt natuurlijk is dat als jij je specialist hebt en je gebruikt hem, kan je een paar seconden terug gaan in de tijd. Dus daarom gaan we deze gebruiken vandaag in een potje 10 damage op de map Hunter. Deze map staat natuurlijk ook in de beta. En ja, mocht deze video natuurlijk al leuk vinden, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt mij enorm. En we gaan gewoon kijken of we chill potje kunnen gaan neerzetten. Spelen met de M87 Assault Rifle met de Elo stok. En natuurlijk Long Barrel. Spelen met de UAV, Vraid en de Hater Score Streak natuurlijk. Dus, laat de enemies maar komen. Ik bedoel niet gelijk met 3 man tegelijk. Dat bedoel ik niet. Dat hoeft ook weer niet. Dus gewoon eventjes weg hier. Zo. Wegwezen. Ik hoef niet 3 enemies tegelijk voor mijn bakkers te hebben staan. Laten we even weggerend zijn. Oh, en hij zat achter me. Mijn Sixth Sense ging niet aan. Nou, oké, let's go. Even iets van. Meestal zit ze daar in dat huisje daar te campen. Nee, nu niet. Dat kan, hè. We gaan even kijken of Dennis hier nog in het water ligt. Want Dennis killde me net hier zo. Dennis? Nee, niet hier. Daar ik niet weer op mijn rug komen, alsjeblieft. Waar ben ik? Oh. Ik had even geen idee waar ik was. Dat zag je misschien wel aan hoe ik aan het zwemmen was. Hier binnen zit. Dus jongen zit hier binnen. Ik heb bijna mijn specialist al. Oké, ik heb hem binnen. Let's go. Dus we gaan dadelijk wel zien wat er gebeurt als er even iets gebeurt waar ik hem moet gebruiken. Nu dus. Kijk, en dan word ik gewoon terug geteleporteerd in de tijd. Wat best wel chill kan zijn, maar je bent alsnog wel hurt als je al geraakt bent. Dus je moet wel uitkijken natuurlijk. Met hoe je hem gebruikt. En even opletten waar je, laat maar zeggen, voor het laatst hebt gelopen. Maar ja, dat moet wel goed komen toch? Denk ik. Als de specialist kan handelen, dan is het wel goed. Oké, even snel die boost terugkijken, wat zit hier? Let's go. 2 clones. Dit is de echte. Ja, dat merk je gelijk. Dat merk je aan het geluid en de hitmarks die je krijgt. Weer zo'n silent sniper. Een assist, maakt niet uit. Geef maar die leuke assist. Kom hier. Let's go. Daar zat geen silent op. Terug! Oh, net te laat. Daar heb ik ook wel eens last van. Dan, hoe zeg je dat? Ik heb ook wel eens last, laat maar zeggen, dan druk ik hem net niet op tijd in. Dan ben ik al dood. Dan ben ik gewoon te laat. Dat heb je ook. Dus je kan... Het is niet, laat maar zeggen, als reject dat je hem kan gebruiken. Wauw, als je dood bent. Ik zag hem door die rode streepjes. Kom maar. Het glitchje. Oké, let's go. Ik heb de Reaper unlocked. Oké, hier binnen. Ik ga hem stoot geven, oké? Bam. Oh, reject. Let's go, hij heeft nog 2 deads erbij, sorry maat. Moet je maar geen reject gebruiken. Terug! Kut, te laat. Ik ben altijd te laat, echt waar. Ik gebruik hem als ik iemand zie, natuurlijk. Ik schiet met R2 omdat ik daar triggerstops op heb. Zo, dan komt er opeens even één voor me. Dat mag allemaal. Snel naar binnen. Granaat. Ze had alleen moeten gebruiken. Teammate, wil je even aan de kant gaan? Godverdomme, kill team ook nog. Dat is helemaal niet mooi. Ik weet niet waar ze spannen. Voor mij spannen ze of aan de rechterkant van deze map. Of aan de linkerkant, dat is logisch. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Ik denk dat ze daar spannen, zou ik zien. Ja. Althans. Mijn teammate kwam daar ook tot leven. Terug. Doei. En dan ga ik alsnog dood. Oh, wat een retard ben ik. Ik gebruik hem weer op het verkeerde moment, jongens. Hey. Woe! Lang leven, Chesto. Hashtag glitchnoob. Alleen ik heb het weer. Knife in je rug. Ik vind het altijd zo leuk om te doen. Gewoon iemand te slaan.
Dus de eerste Call of Duty waar je überhaupt iemand mee kan slaan in een... in een kot. Dus de enige kot ook waar dat in is. De rest is alleen knife, hè. Dus Fondi, je hebt een goede daad verricht. Let's go. We hebben een headshotje erbij. Ik heb mijn M8 al gold, dus niet dat het heel veel uitmaakt. De HVK ga ik niet gebruiken voor de ene serie, anders... dan heb ik een probleem. Dan heb ik een probleempje als ik die gebruik. Dat mag dus niet. Dan moet ik wel echt even op gaan letten, ook als ik op een nuclear streak eigenlijk zit. Best wel dom dat ik het eigenlijk om mijn één account doe. Maar ja, boeien. Oké, uit hier. Ga maar dood. Ga maar dood. Nou, dan doe ik het zo wel. Als hij niet dood wil gaan, dan kill ik hem nog een keer. Best wel dom, want dan heeft hij 2 deaths erbij zelfs. Je krijgt nu ook, by the way, een death erbij als je dat niet wist. Als je reject gebruikt, hè. Als je dan weer tot leven komt, heb je... terug in de tijd. Huppakee, heb je alsnog gewoon... hoe heet dat? Een death erbij. Dus gebruik je reject en je komt weer tot leven. Gewoon weer een death erbij. Let's go. Nu heb ik door mijn... ding. Door mijn glitch heb ik mijn streak kunnen halen. Laat hem maar komen. Wacht hem even op. Oké, hij is al weg. Oh, sniper. Ik schrok eventjes. Want het leek er net op dat hij al dood was. Dus ik stopte met schieten. Maar hij niet. Wow. Oh my god, mijn aim was te scheef. Mijn aim was te scheef daar zo. Jammer. Volgende keer weten. We gaan dit wel winnen op dit moment. We staan 23-6. En waar zit hij? Oké, die heb ik niet gezien. Ja, jij hebt gewoon in het spel een moeilijke tijd. Omdat... hoe zeg je dat? Ik weet niet hoe je dat zegt. Omdat je, als je blijft zeggen, al 3 keer geraakt bent, ben je al zo goed als dood. En eerder dat je dan hebt geswitcht om van je vingers naar het andere R en L knop te schieten, gaat niet zo 1, 2, 3. Dus ik ben vaak nog te laat. Maar ik gebruik alleen deze nu. Omdat ik nog geen reaper had. Maar die heb ik dit potje natuurlijk gehaald. En ik ging er even een videootje voor jullie mee opnemen. Let's go. Terug in de tijd. Zo, nu ben ik heel... heel ver terug in de tijd gegaan. Zo. Dan killen we weer die gozer met reject. Zo doen wij dat gewoon, jongens. Wij killen gewoon die gasten met reject. Dat was hem. Oh, dat stond er net. En nog eentje achter de headglitch. Zo, kon niet aan mijn woorden. Ja, daar is de echte. Ik dacht eventjes dat hij die enige echte was. Maar dat was er niet zo. Chester faalt. De potje duurt lang, jongens. Potje duurt echt lang. We gaan nog dadelijk verliezen ook. Dat is niet de bedoeling. Let's go. Ik kan weer terug in de tijd als ik wil. Kom maar, jongens, nog. Zit hier onder eentje in het andere water. Daar, Nicky Dennis. Mooie naam, hoor. Holy shit! Holy shit, wat deed ik hier? Ik wou hem gebruiken, het is gewoon omdat ik nog raak. Is helemaal mooi natuurlijk. Een hitmark! Een hitmark! Oh my god, oh my god, oh my god. Kakkies. Oké, we gaan dit nog verliezen ook. Let maar op. 3, 2, 1. We hebben dit nog verloren ook. Dan ga ik echt helemaal stuk. Ja hoor, ach. 32-10 is wel onze eindscore. Dus mocht je genoten van deze video, laat even je blauwe duimpje mogen achter. Ik help mij enorm. En hoop jullie te gezien bij de video van morgen. Dus super bedankt voor het kijken naar deze video. En zoals ik al zag, jongens. Ja. Als je genoten hebt, laat je blauwe duimpje omhoog achter. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Later.